als je kijkt naar wat Henk en ik willen met IJsken, vanuit welk principe, vanuit welke kern wij ondernemen, dan doen we dat vanuit het geloof de oogzorg beter te kunnen maken. Wij kunnen de wereld verbeteren. De katalyse is eigenlijk een soort heilige voor mij, waarvan je zegt, ja, je kan niet alleen buiten het oog op geleide van de OCT je incisies maken, middels de laser. Op alle gebieden, precies, de rexis, de vergruizing, de incisie. Monitor, dus je weet steeds dat hij vast blijft zitten. Nou, hij loopt, hè. Je ziet dat complete, dat staat. Dat staat voor de capsule rexis, die paarse lijn die is klaar. Dus die komt hier rechter natuurlijk. Capsule rexis was dus al gemaakt, vandaar die bubbels in het midden. Maar die bubbels in het midden zijn natuurlijk ook van dat kapotmaken van die kern. Dus je hebt nou overal wat gas, je kunt wel een klein beetje de contouren zien van dat in. In doet, noem het even horen, ja. Ga je al snel denken dat daar iemand een plezier mee doet. En dit is even de categorie, zeg maar gewoon brillen, lenzen. Geef eens 2-3 keer geen antwoord op een vraag van de klant en je achterhaalt wat die echt wil. En vervolgens heb je bijna elke oplossing in huis om een klant geweldig te kunnen helpen. Hey, dus in plaats van in kolommen denken van je product, denk in termen van wie is mijn klant eigenlijk en hoe zou ik die klant op het moment dat hij in de winkel is en een koopbehoefte heeft, hoe zou ik die maximaal kunnen faciliteren? Denk na over de klant. Denk na hoe ze georiënteerd. Waar hij naar kijkt. Help de klant met kopen. In de toekomst kunt u niets meer verkopen. Een klant die koopt bij u. En als u zich niet kunt onderscheiden, zoals het internet, dan koopt ze alleen maar op prijs. De Europese missie. Laten we dan beginnen met de vraag waarom? Waarom gaan mensen dan eruit? Kies.